Wij zijn voor alle duidelijkheid nog links, nog rechts, nog religieus. Anders dan dat wij klimaatontkenners geen podium geven. Wat voegt nog weer 14 nieuwe afleveringen van het programma Spoorloos nog toe aan de publieke programmering? Ik denk dat de publieke omroep op een aantal aspecten wat scherper aan de wind zou kunnen varen. Van harte welkom bij weer een nieuw gesprek op CWD-TV, waar ik in gesprek ga met inspirerende ondernemers. En bij mij te gast Taco Tsiemann. Taco, van harte welkom. Dankjewel, Ronnie. Ja, ik ben niet vaak van de gesprekken waar echt nieuws in zit, maar in dit geval absoluut wel. En dat is dat je een nieuw initiatief bent gestart. Klopt. Welk? Je bent er als de kippen bij, Ronnie. Als een van de eerste. Ja. Een jaar geleden ben ik Omroep Groen gestart. Een nieuwe publieke omroep. En wij maken ons op 1 september bekend. En het is een omroep die voor de aarde is. Dus het is heel spannend, maar voor het eind van het jaar proberen wij 50.000 leden te werven. Ja. Om zo een plek in het publieke omroepbestel te veroveren. Je bent vooral bekend als producent, Toevaloo. Ja, dat heb ik de afgelopen 23 jaar gedaan. Dat bedoel ik. Ja. Kan dat samen? Of gaat dat samen? Of nee, dat mag zelfs niet. Nee, dat bedoel nee, ik. Nee, dat mag zelfs niet. Ik kan me herinneren dat toen WNL in het bestel kwam 6 jaar geleden, dat er heel veel producties werden besteld bij de Telegraaf Productiehuis. Goh. En daar stak het commissariaat van de media vrij snel een stokje voor. Nee, je kan niet en producent zijn en omroepdirecteur. Dus ik zet volgend jaar mijn producentenpet af. En ik zet hopelijk, als het allemaal lukt, mijn omroeppet op. En dan word je omroepbaas, of hoe heet het? Ja, dan word je omroepbaas, als het dan klinkt. Ja, ja. Omroep Groen. Nou, ik bedoel, zometeen een hoop vragen die ik aan je heb. Maar vertel eerst eens even, wat is het? Wat ga je brengen? Wat zijn de ambities? Wat wil je? Ja, Omroep Groen is een omroep voor de aarde. En het gaat niet goed met de aarde. En die aarde willen wij aandacht geven. En het mooie is dat, dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen, dat op het moment dat je iets meer aandacht geeft, dan vergroot je de belangstelling. En hoe meer iets in de belangstelling komt te staan, hoe groter de kans op bewustwording. En bewustwording leidt hopelijk weer tot gedragsverandering. Want we moeten met z'n allen wel een paar kleine aanpassingen doen in ons leven om die aarde een beetje bewoonbaar te houden en niet over 20 jaar tot onze knieën in het water te staan. Dus daar heb ik Omroep Groen voor opgericht. En is dan is een omroep dan het juiste model? Want dit klinkt ook als een... Het is een van de methodes om dat te doen. Kijk, we hebben in Nederland natuurlijk een uniek, bijzonder en voor sommige mensen een raar omroepbestel. Maar het is wel zo dat als je in Nederland 50.000 betalende leden hebt, dat je recht hebt op zendtijd. En dan word je aspirant omroep, krijg je in principe 2 uur televisie en 4 uur radio per week. En nou, die benutten we dan om aandacht te geven aan de aarde. Dus op die manier. Maar er zijn natuurlijk ook andere methodes en die worden ook door heel veel organisaties bewandeld, zoals Natuurmonumenten, Greenpeace, Milieudefensie. Maar ik zit toevallig in het mediavak en ik ken de wegen in Hilversum en ik ben in staat geweest om interessante programma's te bedenken en te produceren. Dus nou, daar gaat mijn aandacht naar uit en ik hoop dat te bereiken met Omroep Groen. Even uit de toevoegen, wat noemen ze wat highlight-programma's van de afgelopen paar jaar waar de mensen jou van kennen? Of niet van mensen zouden mij kunnen kennen van het programma Maestro, waarin bekende Nederlanders een orkest dirigeren. Ali B op volle toeren. DNA Onbekend. Brugklas voor de kleintjes. Rot op naar je eigen land. Dus eigenlijk allemaal, in die zin zet ik die lijn wel voort. Want wij hebben er lol in om saaie onderwerpen aantrekkelijk te maken. Moeilijke onderwerpen toegankelijk. En we vinden dat je van amusement ook iets kan opsteken. Dus ik hoop eigenlijk ook met Omroep Groen hele grote groepen kijkers te bereiken. Wat gaat Omroep Groen brengen? Nou, we zijn nog in allerlei brainstormfases. Want voor alle duidelijkheid, eerst moeten we maar eens die 50.000 leden zien te krijgen. Voor het einde van het jaar. Word lid van Omroep Groen. www.omroepgroen.nl Als dat lukt, dan wordt ons beleidsplan beoordeeld door het Commissariaat van de Media, door de NPO en door de Raad voor Cultuur. Die brengen allemaal hun advies uit en die komen op het bureau van de minister. En de minister besluit in augustus of september 2021 of we dan toegelaten worden tot het bestel. En dan krijg je pas van januari 2022 zendtijd. Mijn hemeltje toch. Ja, het is een lang traject. Television is slow, hè? Ja, dat brengt mij meteen met toch wel het heikele punt waar we het over moeten hebben. Dan denk ik, Jan Terlouw, een van de ambassadeurs onder andere, denk ik, nou, doelgroep is goed bepaald, denk ik dan. Hè? Want die is best wel, nou, die is wat ouder, zeg maar. Dus dan heb ik zoiets van, nou, publieke omroep, die bereik je er nog mee. De toekomst van de aarde hangt met name ook af van jonge gasten. Maar Taco,
die kijken toch geen tv meer? Die worden toch geen lid van een publieke omroep? Ja, je stelt nu 3 vragen in 1. Ja, maar laat ik vaker. Ja. Mag jij kiezen? Mag ik kiezen? Laat ik beginnen met Jan Terlouw. Ja. Jan Terlouw is onze voorzitter van de Raad van Toezicht. Okay. En in die hoedanigheid is hij ook betrokken bij Omroep Groen. Tevens ook wel boegbeeld en ambassadeur. Dus zo zit het natuurlijk ook wel. Ik weet dat die man natuurlijk... Hij werd ambassadeur genoemd op jullie website. Dus vandaar precies. Ja, exact. Ja. Maar hij heeft ook een formele functie. Okay. En de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het functioneren van de directie, lees ik. En uiteindelijk, als ik het niet goed doe, kan hij mij ontslaan. Okay. En ik denk dat ik dan met Jan Terlouw wel een hele goeie in huis heb, die mij wat dat betreft mag afrekenen op mijn daden. Een aardige man ook. Een hele aardige man, hele belezen en kundige man ook op deze thematiek. Ja. Welke thematiek? En een verhalen. De omroepthematiek of de groene thematiek? Nee, de groene thematiek. Okay. Ja, duurzaamheid, klimaatverandering, natuur, dierenwelzijn. Maar terug naar mijn punt van kritiek. Waarom nog een publieke omroep? Ja. Anno 20. En dan nog even over ouderen en jongeren. Ja, zeker. De publieke omroep trekt in algemene zin meer oudere kijkers dan jongere kijkers. De gemiddelde leeftijd ligt heel hoog. Ja. Maar dat brengt lineaire televisie ook een beetje met zich mee. Mm-hmm. Omdat jonge mensen veelal hun nieuws en hun content online consumeren en op andere wijze dan via dat ouderwetse kastje in huis. Dus dat realiseren we wel. Evenwel denk ik dat er ook heel veel jonge mensen toch nog steeds naar tv-programma's kijken, alleen op een door hun gekozen moment. Dus, maar goed, ik geef je gelijk. Het publieke omroepbestel kan wel wat verjonging gebruiken. En ik hoop dat we daar met Omroep Groen ook aan kunnen bijdragen. Omdat ik denk dat dit onderwerp ook heel veel jonge mensen zal aanspreken. Ja, maar vandaar het is die generatie die hier nog de komende 70 jaar rondloopt. Ja, maar daarom kan ik me ook juist voorstellen dat je zou hebben. Want je had ook kunnen zeggen, ik ga gewoon een mediabedrijf starten. Ja. Met dezelfde ambitie en dezelfde vibe. Want dan ben je ook veel vrijer. Want het gezeik met maar het is toch best lastig om binnen een publieke omroep over mag je YouTube wel inzetten en zo. Dus je bent ook nog eens een keer gebonden aan. Ja, ja nogmaals, je weet hoe ik ben niet zo'n fan van de publieke omroep. Jij wel, daar hebben we het ook altijd over. Ja. Maar ik heb van gast, waar ga je aan beginnen? Ja. Ik bedoel, laat die publieke omroep, want we weten met z'n allen, het is geen groeimarkt, zullen we maar zeggen. Dus je had ook kunnen zeggen, jongens, los van die publieke, we gaan gewoon een mediamerk starten en die heet Groen. Ja. En we gaan media maken, produceren, jongeren aanspreken. En je gaat precies dezelfde dingen doen als die je nu doet in alle vrijheid. Ja, ja. Dat had ook gekund. Dit is een van de wegen die we bewandelen en er zitten voor- en nadelen aan. De nadelen die schets je. Je hebt beperkingen op online en dat soort dingen. Maar er zit ook een heel groot voordeel aan. Is dat namelijk dat je gewoon budget krijgt van de NPO en die weer van het ministerie van OCNW om programma's te maken. Mm. En als ik helemaal mezelf een zender op YouTube of wat dan ook zou beginnen, dan moet je wel zorgen dat je allerlei sponsors hebt en dergelijke om dat te kunnen betalen. Mm-hmm. En nu krijgen we dat dus van de overheid uiteindelijk. En een ander ding is dat uiteindelijk is het ook wel zo dat als je uiteindelijk met je programma's op npo.nl en ook NPO 1, 2 en 3 komt, daar kijken nog steeds wel heel veel mensen naar. Het is meer een principe kwestie over wat. Ik bedoel, maar daar wil ik nu niet een half over doorbomen. Maar dat de belastingeuro's worden gespendeerd aan televisie, dat is de discussie. Jij bent daar een groot voorstander van. Ik niet. Ik zeg altijd wel, laat ik het anders vertellen. Stel, er is geen publieke omroep. Ja. Bestaat niet. Zou je hem dan morgen gaan oprichten? Ik denk dat het voor een land, een goed functionerende democratie, heel belangrijk dat er een publieke omroep is. Moet je eens kijken naar Amerika. Echt, hè? Dat vind ik echt, ja. Moet je eens kijken naar in Amerika. Daar is de publieke omroep gemarginaliseerd tot 1% marktaandeel, PBS. Dus daar heb je eigenlijk twee blokken. CNN, pro-democraten, en Fox, pro-republikeinen. Dat land is totaal verscheurd en er is geen waarachtige nieuwsverslaggeving meer. En om een ander voorbeeld te geven, op RTL en SBS zie je bijvoorbeeld nauwelijks consumentenprogramma's. Waarom niet? Want als RTL een negatief item maakt over Becel of een ander product, ja, ze zijn wel gek, want dan zal Unilever wellicht hun advertenties terugtrekken. Dus daarom zie je allemaal consumentenprogramma's bij de publieke omroep en niet bij de commerciële omroep. Maar dan zou het advertentiemodel er ook uit moeten eigenlijk. Dan zou het advertentiemodel er ook uit moeten. Okay. En ik zeg dat niet dat onze Nederlandse publieke omroep ideaal is. Het is een heel apart en nee, want dat was mijn vervolgvraag. Van wat vind je van de publieke omroep? Want ik snap je idealen en ik snap ook... Als jij nou morgen de baas kon zijn van de publieke omroep. Hè, stel dat Shula stopt ermee, Shula Rijksman. Ja. Jij neemt die stopt er volgend jaar mee. Nou, kijk eens aan. Dus als Omroep Groen mislukt, dan hebben we bij deze een vakante functie. Taco Tsimerman wordt de nieuwe baas. Ja. Wat zou je doen? Nou, ik denk dat de publieke omroep, ik vind het voor een heel groot gedeelte goed gaan.
En voor op een aantal punten is er ook zeker verbetering. Ik denk dat de publieke omroep op een aantal aspecten wat scherper aan de wind zou kunnen varen. Ik denk dat het marktaandeel moet minder heilig zijn. We hebben nu totaal met de publieke omroep wel 35-40% marktaandeel. Ik denk dat je met een meer publieke programmering zul je wat zakken, denk ik, in het marktaandeel. Maar dat is niet erg. Dus de grote blockbusters. Je kunt je afvragen, wat voegt nog weer 14 nieuwe afleveringen van het programma Spoorloos nog toe aan de publieke programmering? Dat programma is al 20 jaar op de buis. En ja, er zijn ontzettend veel mensen die daarvan genieten, maar we hebben het wel een beetje gezien. Het zou leuk zijn als we daarin wat meer zouden vernieuwen. Maar aan de andere kant moet je ook zorgen dat je niet te hard vernieuwt, omdat anders je kijkers te makkelijk weglopen. Dus je moet wel je blockbusters ook weer houden. Dat is een heel nauw spel wat je moet spelen als programmadirecteur, om dat en te vernieuwen, maar ook het oude, het goede te behouden. Ik zou trouwens ook nog een ander voorbeeld. Ik zou meer publiek-private samenwerkingen opzoeken. Ik zou bijvoorbeeld proberen samen te werken met Netflix. Over commercieel gesproken. Ja, maar Netflix heeft de hand uitgestoken naar de publieke omroep. Wij willen samen dramaproducties maken. Mm. En het mooie daarvan is dat je dus daarmee dubbel zoveel budget creëert. Mm-hmm. En we zijn met z'n allen inmiddels gewend aan het hoogwaardige drama van Netflix. En om je een voorbeeld te geven, het dramabudget van de NPO is evenveel als 4 afleveringen van The Crown. Ja. Nou, dat zet dingen een beetje in perspectief. Ja. Nee, dus ik snap wat je zegt, alleen dan kom ik weer op hetzelfde punt. Want dan ga je weer op een hellend vlak zitten. Want ik vind, als je dan publiek bent, dan moet je ook netjes een staatszender met overheidscentjes. Ja. En dan netjes proberen. Maar daar verdient Netflix aan. Maar daar verdient nou net de schoen. Die overheidscentjes die zijn zo beperkt. Wij zitten in Nederland met de publieke omroep op het niveau van Albanië en Marokko. Nee, maar allebei lijkt me zo lastig. Want als je dan zegt, ik ga met de NPO ook te samenwerken met de Netflix aan. Ja. Ja, en dat loopt lekker succesvol. Dan ja, maar er zit een win-win situatie. Omdat ook Netflix ook een kwalitatief hoogwaardige serie krijgt. Ja, het zal moeten voldoen aan een aantal publieke waarden. Netflix zegt tegen ons producenten, kom vooral pitchen wat jij niet durft te pitchen bij de zenders en de omroepen. Dus Netflix vaart ook scherp aan de wind. Maar je merkt te veel weerstand op dit moment binnen de NPO om met partijen als Netflix gewoon open en lekker in zee te gaan. Ze willen wel, alleen het woud aan regels maakt het bijna onmogelijk om dat te doen. Oké. Regels en ambtenarij bijna misschien wel. Ja, ja, okay. Helaas. Terug naar de omroep Groen even. Hè, want we kunnen uren praten over de publieke omroep. Jan Terlouw die citeerde, als mensen gaan begrijpen hoe belangrijk het is voor hun kinderen, voor de toekomst, dat we anders met de natuur omgaan, zullen ze de politiek helpen er het nodige voor te doen. Een omroep Groen kan daarbij heel functioneel zijn. Daarmee legt hij expliciet een koppeling naar de politiek. Het heet omroep Groen. Je hebt GroenLinks. In hoeverre ben je als omroep Groen meteen in het hoekje gestopt van de lobby voor GroenLinks? Ja, dat gevaar ligt op de loer met de naam Groen. Maar wij zijn voor alle duidelijkheid nog links, nog rechts, nog religieus. En ik denk dat wij dat ook zullen laten zien in onze programmering. Mm-hmm. Om een voorbeeld te geven, ik zou heel graag een programma maken Groen in Bedrijf. In de beste traditie van Tros Actua Milieu. Ik denk dat er in het bedrijfsleven ongelooflijk veel goede initiatieven zijn, innovaties op het gebied van duurzaamheid. Dus wij zijn er voor iedereen. Noem maar op CVD-TV. Ja. Kan ik programma's aanbieden op Omroep Groen? Ronnie, jij bent welkom bij Omroep Groen. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat jij een waardevolle aanvulling bent. Want hoe werkt dat voor de leken even? Stel het lukt, hè? En je bent Omroep Groen straks. Ja. En jullie hebben zendtijd en jullie mogen programma's maken. Dan kunnen producenten, wie dan ook, of moet je dan een diploma hebben of zoiets? Mag iedereen die een programma kan maken, die kan dan zeggen, hey, ik heb een leuk programma, kan ik pitchen bij jou? Kun je eindelijk, dus er zijn rollen omgedraaid. Ja, er zijn rollen omgedraaid. Dan komen de producenten bij mij aan mijn bureau. Dan word jij waarschijnlijk een bitch. Nou, ik dacht, dat gaan we zien. En het is wat wel heel grappig is. Er zit dan wel 23 jaar ervaring in het maken van televisieprogramma's aan tafel. Ja. Om je een voorbeeld te geven. Jan Slachter, toen hij Omroep Max begon, had die ervaring niet. Dus dat is hopelijk van meerwaarde. Maar ik benijd omroepen ook niet om nog steeds de juiste programma's uit te kiezen. Dat is heel erg moeilijk. En het is zo moeilijk om te voorspellen of iets een succes wordt of niet. Dat is 50% kennis en wetenschap en 50% buikgevoel. En dan nog weet je het niet altijd. Dus ondanks de naam, geen enkele link met politiek, met links, rechts. Gewoon, we zijn er om de aarde te redden, zeg maar. Juist. En wat voor programmering nog meer? Groen in Bedrijf? Maar wat kunnen we er meer van maken? Hoe kun je groen drama maken dan? Ja, inderdaad. Ja, opgenomen op Ameland of wat? Of hoe nee, denk aan een serie als, we hebben nu net een serie bedacht, Kouwe Kak, Biobak.
Over een wassenaarsgezin, waarbij de ouders om de maand naar Bali vliegen en de kinderen langzaam denken, nou, dat is wel welletjes, en steeds meer de vegan kant op gaan. Nou, dat levert dan spanning op in het gezin. Dat kan een hele leuke comedy-drama-serie worden. Ja, maar ook kinderprogrammering. Ja. En je zou ook kunnen denken aan onderzoeksjournalistiek, documentaires. Maar hoe werkt dat? Hoe ben je op, als het gaat om onderzoeksjournalistiek, actualiteiten, dat soort dingen, ben je dan gekleurd? Ja, je bent letterlijk gekleurd. Je bent letterlijk gekleurd groen, maar wij faciliteren. Wat Jan Terlouw terecht zegt, wij zijn functioneel. Dus ik ga geen stelling nemen. Je hebt zoveel mensen die het goede voor hebben met de aarde, maar dat varieert van een natuurmonument tot een Extinction Rebellion. Nou, die hebben allebei nogal wat andere uitgangspositie. In die zin zijn wij niet activistisch, maar wij faciliteren. Wij bieden het platform aan om een boodschap te brengen. Maar daarin neem ik zelf niet werkelijk stelling. Anders dan dat wij klimaatontkenners geen podium geven. Geen podium? Nee. Oké, die stap die is voor ons geweest. Kijk, die stap is geweest. Mensen die het klimaat... Dat is hetzelfde als de Holocaust ontkennen. Je kan ook zeggen... De Holocaust heeft ook plaatsgevonden. Ja, ja. Het slaat nergens op om dat te ontkennen. Nee, maar goed, je kan... Klimaatverandering is hier aanwezig. Dus nee, maar je kan wel voorstellen als er een actualiteitenprogramma straks is en je gaat een discussie voeren over het klimaat, dat het wel voor de discussie goed zou kunnen zijn om ook zo'n iemand toch aan tafel te hebben om dat hij dat vindt. Of zeg je van nee, die komt niet aan tafel dan. Nee, maar het is zo wetenschappelijk niet onderbouwd. Dat slaat. Ga jij als omroep iemand uitnodigen die de Holocaust gaat ontkennen? Ik vind dat merkwaardig. Maar daar vergelijk je het bijna mee. Ja. Wat zijn jouw persoonlijke... Maar even oppassen. Ja? Dit, je moet nooit iets vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Deze discussie is daarmee ook gelijk geëindigd. Ja, ik gaf het meer even als voorbeeld van sommige dingen kun je niet ontkennen. Nee, het zijn gewoon feiten. Ja. Wat zijn jouw persoonlijk belangrijke drijfveren om dit te doen? Omdat ik me werkelijk in mijn lijf zorgen maak over de aarde en de biodiversiteit die enorm onder druk staat. Dus ik heb kinderen, wellicht krijg ik ooit nog kleinkinderen. En die gun ik een mooie en gezonde aarde. En het tweede is dat ik nu na 23 jaar een punt zet achter mijn producentencarrière. En ik niet ga zitten duimen draaien. En dat ik het ook wel heel leuk vind om eens een keer vanuit de omroepzijde mijn bijdrage te leveren. Dus dat is ook een overweging. Wat gaan jullie er allemaal aan doen om in december die 50.000 leden te hebben? Ja, we hebben samen met Kessels Kramer, een heel goed reclamebureau in Amsterdam, een hele mooie campagne bedacht. Aarde zoekt leden. Dat hebben ze heel goed bedacht, omdat omroep, ik denk dat mensen onder de 25 niet eens meer weten wat een omroep is. Maar ze weten wel wat de aarde is. En ze weten ook dat de aarde aandacht nodig heeft. Dus dat heeft Kessels Kramer echt heel goed gedaan. Ik heb de afgelopen maanden met tientallen groene organisaties gesproken. Varieerd van Milieudefensie tot Natuurmonumenten. Tot de Vereniging Eigen Huis. Tot Change Inc. Tot duurzaambedrijfsleven.nl. En overal krijgen wij support. En willen mensen hun achterban inzetten. Om hun leden, die ze zelf dan vaak hebben, te motiveren om lid te worden van Omroep Groen. Dus hopelijk leidt dat tot die benodigde 50.000. Dus daar staan we in. En we zullen ook wat media gaan inkopen op Facebook. Wie heeft gefinancierd, zeg maar, deze campagne? Wie betaalt het allemaal? Wij zijn op dit moment... Kessels Kramer doet niet gratis. Nee, Kessels Kramer doet het niet gratis. Maar ze hebben wel een heel schappelijk tarief. Maar wie financiert de lancering? Wij zijn op dit moment nog in gesprek met een aantal financiers om de campagne wat groter te lanceren dan wij tot nu toe kunnen. Maar het is ook zo dat bij... Stel dat de eerste 10.000, 15.000 leden zich aanmelden de komende week, dan hebben we alweer 80.000 euro op onze rekening. En dan kunnen we weer reclamezendheid inkopen. Dus op die manier proberen we het balletje rollen te houden. Wie zijn die financiers dan? Nee, ik ben nog in gesprek met een aantal financiers. Wie zijn dat dan? Dat vind ik niet zo chic om te noemen. Nee? Nee. Oh. Daar komen dan wel weer andere kanalen mee. Ja, komt misschien nog wel over een maandje. Ja. Stel nou tot slot dat het niet lukt. Ben je dan beschikbaar voor de nieuwe functie binnen NPO als Sjoele Rijksman weg is? Als de Omroep Groen niet zou lukken, dan ga ik daar eens heel lang over nadenken welke functie bij mij past. Kijk, ik heb daar wel eens met vrienden ook over gesproken en die zegt, Taco, jij wordt waarschijnlijk helemaal gek binnen de NPO. Omdat je bent een producent, je bent een ondernemer, je houdt van snelle beslissingen, korte lijnen. En dat is in dat bolwerk waarschijnlijk onmogelijk. Dus in dat opzicht word ik gewaarschuwd. Maar ik wil wel mijn bijdrage leveren aan een mooie samenleving. En ik vind dat de publieke omroep daar een hele vitale rol in speelt.
Dus ik kijk daar wel naar, maar hoe dat zich zal uitpakken, ik weet het niet. Het liefst met een mooie omroeppet groen op. Ik wens je daar veel succes mee de komende maanden om de leden bij elkaar te krijgen. Dankjewel, Taco. Dankjewel, Ronnie. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek hier op 7DTV. Wil je meer zien, dan klik op de abonneerknop en dan mis je niks meer. Of luister naar onze podcast, kan op alle kanalen, wanneer je maar wil en waar je maar wil. Dankjewel voor het kijken. Hoi.